start is gevallen. Start valt en alle zeven gaan ze goed weg. Dat is fijn, want dan hebben we tenminste nog zeven paarders voor de eerste bocht in draaien. Aan de relingzijde Veld en La Varenne. Tweede spoor daarna Siegel en de derde spoor is voor Baby Blue. Drie sporen gaat het de eerste bocht in en de leiding aan de binnenzijde is voor Veld en La Varenne. Siegel daarachter gaat inparkeren. Daarachter ligt Candy Boko aan de reling. Het paard dat aan de buitenkant blijft hangen is Baby Blue. Maar dat gaat Robin Bakker ongetwijfeld oplossen met zijn neef. Hij gaat nu naar voren en gaat zometeen waarschijnlijk de leiding overnemen van Veld en La Varenne van neef André. Zo liggen ze naast elkaar en het is ook in een split second beslist. Aan de buitenzijde gaat Baby Blue nu de leiding pakken. Tweede plaats is voor Veld en La Varenne, derde Seagull, vierde is Candy Blue. Vijfde Eagle River, zesde daarachter Alba de Chaillé, de favoriet. En zevende en laatste is Dori Noordlandia. Alle paarden achter elkaar en zo gaan ze de bocht in. En dan gaat Bakker, de andere Bakker, André, weer van de reling af. En die gaat de leiding terugpakken. Veld en La Varenne, hij wil toch graag van kop afkoersen. Hij zei, ik ga vandaag geen rare dingen doen na 2 jaar afwezigheid. Maar dit is niet raar, de leiding terugpakken. Hij heeft de leiding weer te pakken en zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. Veld en La Varenne voor Baby Blue en Seagull. Favoriet ligt nog altijd voorlaatste. Vraag is wanneer komt Björn van Geluwe naar dat tweede spoor om de koploper eens op te gaan zoeken. Hij heeft daarvoor nog 1200 meter de tijd. Maar er komen voor de tribune langs. Het gaat zeker niet hard. Veld en La Varenne op de tweede plaats Baby Blue. Daarachter Seagull wordt goed gehouden. Aan de buitenzijde gaat nu half naar het tweede spoor en nu helemaal Eagle River. En dan gaat Candy Boko ook. Candy Boko gaat er net vooruit en zo gaan de paarden dan echt gang maken. En Eagle River gaat er te langzaam. Die gaat nu ook Candy Boko voorbij. Gaat dat drie dik doen. En dan gaat Björn van Geluwe gelijk maar achteraan, want die heeft het boekje ook gelezen. Ook hij leest eraf in Rensport. En die denkt, die Schoonhoven, die moet ik in de buurt blijven. Als ik die laat lopen, verlies ik die koers misschien. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Veld en La Varenne, tweede spoor voor Eagle River. Daarachter gaat nu in parkeren Alba de Chaillé. En daarachter aan de relingzijde is het Baby Blue. Daarachter aan de relingzijde volgt Siegel, dan Candy Boko en dan Dori Noordlandia. Zo gaat de paard op weg naar de laatste bocht. En het is nog altijd Veld en La Varenne die leidt. Schuin daarnaast Eagle River. Daarachter aan de relingzijde Baby Blue. En heel mooi in de wachtkamer ligt daar Alba de Chaillé. Maar we zeiden het voor de koers al. Als het op speed aankomt, heb je aan Eagle River een hele kwaaie. En hopelijk weten onze Belgische gasten ook. Inmiddels zijn we halverwege de laatste bocht. En Alba de Chaillé moet in de late rug laten gaan van Eagle River. Die versnelt nu. En Eagle River is weg. Eagle River aan de buitenzijde. Pakt een halsje voorsprong. Is als eerste in de laatste rechte lijn. En Eagle River pakt een lengte. Eagle River aan de relingzijde. Veld en La Varenne. En de buitenzijde Alba de Chaillé. Die komt heel moeilijk op toeren. Die komt te laat op toeren. Het is Eagle River die hem heel makkelijk gaat winnen. Eagle River de winnaar. Tweede plaats voor Veld en La Varenne. Derde is Baby Blue. Vierde slechts Alba de Chaillé.